Dit huis is uit 1552, zoals het er nu bij staat. Daarvoor stond er een ander huis, dat is afgebroken, dus dit huis wat je nu ziet is bijna even oud als de gilders die hier verzameld zijn. Nou zijn hier op Zwijnsbergen ook wel eens koningen geweest, maar zover ik weet zijn er nog nooit keizers geweest. Vandaag hoef ik maar rond te kijken en dan zie ik er zelfs een paar. Dat is voor Zwijnsbergen buitengewoon. Zwijnsbergen en ook de familie van Lonschot is daar heel erg blij mee. Toen die organisatie ons vroeg of wij wilden meewerken, wilden wij dat graag doen. Wij vinden het heel erg leuk om betrokken te zijn bij de gemeente Haren. En wij vinden dit, precies wat je net zei, helemaal passen in de traditie van de gilde en de traditie van Zwijnsbergen. Nou, die in de maatschappij staan ze op het moment, ja, redelijk. Ze zijn blij, maar zo is het met heel veel verenigingen natuurlijk. Ze zijn blij dat ze overeind kunnen blijven. Dat lukt in Haren redelijk goed. Bij één gilde ietsje minder. Katrien en Barbara is wat kleiner. Antonis en Sebastiaan en Gilde Sint-Joris zijn ook twee handboog- en een kruidboogvereniging. Die doen het met ongeveer nog tussen de 35 en de 40 leden per gilde. En ja, het is wel moeilijk om een jeugd te komen. De hoofdzakelijk komt van vader op zoon. Wij zouden heel erg gelukkig zijn als er natuurlijk via de school zo wat meer belangstelling kwam. Wat we de laatste jaren ook wel proberen. Met de school in Haren al een bijeenkomst gehad vorig jaar, twee keer zelfs. En kijk, je hebt de tradities probeer je te handhaven, maar alles lukt niet. Het is natuurlijk ook zo dat er verschillende dingen al veel gewijzigd zijn. En de drie gilden op zich, die zijn ontstaan omdat ze op een gegeven moment met de kermis toch alle drie op dezelfde gildenterrein hadden ze een eigen stuk grond met de koningsbomen op. En die drie die zijn samengesmolten in zekere zin. En dan gaan ze met de drie gilden, doen we heel veel samen. Ook bijvoorbeeld net als hier naartoe, maar ook met Koninginnedag of als met de inhuldiging van de pastoor of de burgemeester en zo. Dat is op het moment in haar de bedoeling. En dat gaat heel erg goed. Die drie kunnen heel goed met elkaar overwegen. Wat we vaak zien is dat mensen vanuit de familie een relatie hebben met mensen die al lid zijn van een gilde. En ja, wij zijn altijd op zoek eigenlijk naar mensen die ja, nog geen binding hebben met het gilde, maar ook toe te laten treden tot onze verenigingen. Waarom doe je dat? Omdat je toch cultuur en historie een warm hart toedraagt. Bij alle culturele en historische momenten die georganiseerd worden, zijn gilders toch altijd aanwezig. Dus die verbintenis wordt heel makkelijk gelegd. Want als je kijkt naar de saamhorigheid tussen de zes Harense gilders, dan denk ik dat dit een gezonde basis is om in de toekomst ook in de Harense gemeenschap gezamenlijk op te treden en ons gezamenlijk te laten zien. Ah, zo'n schildje. Een hoofdmansschild, dan moet je natuurlijk hoofdman worden. Maar als je kijkt naar ons prijzenzilver, dat kan met vendelen, dat kan met trommen, dat kan met standaardrijden, dat kan met bazuinblazen, dat kan met schieten. En allerlei disciplines, met handboog, kruisboog, geweer. Dus allerlei disciplines waarin wedstrijdzilver ter beschikking gesteld wordt op onze gildedagen. Wat ik graag wil weten, u bent de koning van het Harenschilde. Ja, van een van de symboliek van jouw schildje. Ja. Want dat is me niet helemaal duidelijk. Ik vind het heel goed zien, maar hier ben ik omringd door de mensen die ik lief heb. En dan zeg ik een beetje emotioneel en dat bedoel ik ook zo. Ja, ja, dat kan. Ja, ja. Boven is een teken waar ik ooit ontworpen heb voor mijn vrouw en mij. Dus dat is een A met de J in verwerkt, Albert Jolanda. Oh ja. Mijn oudste dochter is Manon en die gebruikt die M als paraaf. Mijn jongste dochter heet Iris, die heeft een IS als paraaf. En dit is de G met de C. Gerry en Kees, dat zijn een zegelring van mijn ouders. Die heb ik door de smid laten verwerken, de zilversmid. En die heb ik er helemaal op laten zetten. Dus ik wil hiermee afsluiten dat het gewoon een hele mooie dag was. En een echte verbroederingsdag. En ik hoop in de toekomst dat de gemeente Haren, dat wij met al die gildebroeders toch iets in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.